Het water staat aan de lippen bij IJsselmeervogels. Dat Gert-Jan Karsten als trainer komende zomer zou verwelkomen, maar hem uit pure paniek nu al heeft binnengehaald. Er moet gewonnen worden in Rijnsburg. Van Rijnsburgse boys dat bij winst nog wel bij de top kan aanhaken bij de titelkandidaat. Dit is Gert-Jan Karsten. We kennen hem nog als trainer van HHC. Hij kwam over van Urk. Hij heeft zijn ploeg aardig door elkaar gegooid. Maar dat kan niet voorkomen dat Jeroen Spruit de thuisploeg in de 10e minuut op 1-0 brengt. Roderick Gielis is de man van de assist. Spruit staat best vrij. En dan is het 1-0 voor Rijnsburgse boys. Stroker loopt zomaar langs Wesselboer. Spruit. En de vingertoppen van Jamie Schaap voorkomen de 2-0 voor Rijnsburgse boys. Het schokeffect van de nieuwe trainer nog niet zichtbaar bij IJsselmeervogels. Misschien nu bij de vrije trap van Gino Bos in de muur. En Rijnsburgse boys eruit. Assante vindt Spruit. Voor het doel Zelderust, voor het doel van de Moot. Bal gaat naar Zelderust, 2-0. Virgil Zelderust na 21 minuten. Prima bal van Jeroen Spruit. Uit een afgeketste vrije trap van IJsselmeervogels maakt Rijnsburgse boys 2-0. En de thuisploeg wil graag doorgaan en dit gaat als een heet mes door de boter. Hier speelt een degradatiekandidaat, zoveel kan je wel zeggen. Misschien wel een aanstaande degradant. Delano Assante met de 3-0 voor Rijnsburgse boys, nog voor rust. En een afstraffing dreigt dan voor IJsselmeervogels. Als Assante in de tweede helft de niet te missen kans biedt aan Virgil Zelderust, maar niet te missen kansen kunnen dus mis. IJsselmeervogels heeft gewisseld in de rust, maar dat heeft ook niet het gewenste effect gehad. Jonge Nelen dan voor de 4-0? Nee. Vingertoppen van Jamie Schaap voorkomen dat. Maar het had 5-6-0 kunnen zijn voor Rijnsburgse boys. IJsselmeervogels leeft nog. Tatmine. Buitenom komt Ramdas. Dit is een aardige voorzet van Miguel Ramdas en Wessel Boer. De aanvoerder kopt dan de 3-1 binnen. Het zou het wonder van Middelmos zijn als IJsselmeervogels hier nog wat weghaalt. Maar met nog 13 minuten te spelen zou het kunnen. Alleen dan moet je niet je tegenstander in het zadel helpen door een hensbal. En dat doet Gino Bos hier. Scheidsrechter Shukula die heeft dat gezien en die geeft de strafschop aan de thuisploeg. We zitten al in de extra tijd. De 4-1 van Virgil Zelderust. Is een doelpunt voor de statistieken, maar voor hem wel lekker. Het is de 16e van het seizoen. Rijnsburgse boys verslaat IJsselmeervogels en duwt de rode dieper in de penarie.